Je gaat gewoon lekker genieten. Je weet dan dat je een prachtige mooie avond tegen gaat maken. We hebben grote banden, we hebben kleine banden. We hebben ook cloudhoppers. Of we weten niet of er vanavond een cloudhopper is. Dat wil zeggen een klein rondje met een, niet een bandje aan de onderzijde, maar uiteraard een bandje aan de onderzijde. Ja hoor, Simpke Bosma of is het Jan Bosma? We kijken, ja, Jan Bosma te herkennen. Die zien we altijd aan zijn witte handdoekje. En als Jan Bosma is opgestegen, dan weten we ook dat de Rabobank gewoon weggegaan is. Jan Bosma, afkomstig uit Heerenveen, prevent al gehaald in het jaar 1998. Hij was een van de vrienden van de plekken die het georganiseerd hebben 31 jaar geleden. Hij heeft ook nog weer gevaren. Hij heeft ook gevaren in Australië, gevaren in Dubai. En vandaag is opgestegen in de ballon van de Rabobank. We kijken naar de volgende ballon en onze handen die gaan al bijna weer op elkaar. Ja, want we weten dat zo dadelijk de ballon van Trace Evans ook gaat stijgen. De ballon van Services voor ICT. We hebben de handen uiteraard aan de quick release. De quick release, de laatste bevestiging aan de auto. En dan zal ook Trace Evans zo dadelijk het signaal krijgen dat ook zij op mag stijgen. Via de branders wordt in de ballon gepompt door de grote pot van de Rukbol. De pot van de Rukbol met een diameter van even ongeveer 3 meter. En Therese Edens krijgt van ons een applaus. Zij is zojuist opgestegen. En wat zijn we blij met deze Therese Edens. Therese, afkomstig uit Jouren. En niet alleen uit Jouren weet ze wat rolvaar is, want ze heeft de hele wereld al opgevaren. Afgelopen jaren was deze Therese Edens altijd in ons midden met een ballon. En daarom Smiley gepositioneerd in die aan de buitenzijde van die rugbol. Een mooie glimlachende Smiley. En vandaag dus opgestegen in de ballon Services.